Beeld je in, je staat aan de rand van een zwembad met een kind dat leert zwemmen. Niemand die eraan denkt om dat kind in het diepe te gooien en zelf te laten ontdekken hoe je dat doet. Nee, dat kind krijgt maximale ondersteuning. Het krijgt een reddingsvest en zwembandjes aan, het mag oefenen in het ondiepe en het imiteert de arm- en beenbewegingen van een lesgever. Als begeleider van dat kind doorloop je eigenlijk drie fasen. Je start vanuit een sturende rol. Jij doet voor en het kind imiteert, doet na. Daarna een ondersteunende rol. Je oefent samen en je begeleidt het kind. En tot slot een monitorende rol. Het kind oefent en jij stuurt bij waar nodig. In een klascontext doorloop je dezelfde drie fasen met leerlingen die nog maar weinig domeinspecifieke voorkennis hebben over een bepaald onderwerp. Als je bijvoorbeeld nieuwe leerstof wiskunde wil aanbrengen, het oplossen van een vergelijking, dan laat je leerlingen best spieken van een uitgewerkt voorbeeld. Dat toont hoe ze die vergelijking moeten oplossen. En dat werkt. Zo'n uitgewerkt voorbeeld toont de denkwijze van een expert. Als leerlingen enkel en alleen die denkwijze moeten volgen en proberen begrijpen, hebben ze veel mentale ruimte over om mentale schema's op te bouwen. Die vrije ruimte is er vaak niet als ze onmiddellijk zelfstandig moeten oefenen of als ze veel tussenstappen moeten berekenen. Uiteindelijk bereiken ze misschien wel hetzelfde resultaat, ze kunnen de vergelijking oplossen, maar het proces duurt veel langer en werkt ook vaak frustrerend voor beginners. Uiteraard kan jij als leerkracht ook modelleren hoe ze zo'n vergelijking oplossen, door luidop te redeneren en mogelijke valkuilen te benoemen. In een volgende fase laat je leerlingen dan begeleid oefenen. Je biedt hen een aanvulvoorbeeld of een stappenplan aan, spiekbriefjes eigenlijk, die zorgen voor kleine succeservaringen, tot ze uiteindelijk klaar zijn om de vergelijking zelfstandig op te lossen. Nieuwe leerstof aanbieden door te vertrekken van een uitgewerkt voorbeeld en daarna leerlingen begeleid te laten oefenen, is dus een effectieve strategie. Ook als het gaat om leren leren. Leerlingen steken vaak veel tijd in het maken van samenvattingen, maar die kwaliteit is niet altijd goed. Soms hebben ze te weinig voorkennis over het onderwerp of over het inzetten van die strategie. Als je leerlingen laat vertrekken van een uitgewerkt voorbeeld, van een Cornell-samenvatting bijvoorbeeld, toegespitst op jouw vak, dan toon je hen hoe dat moet. Leg hen ook uit waarom deze manier van werken effectief is. In een volgende fase laat je leerlingen begeleid oefenen. Je biedt hen bijvoorbeeld nog wel de structuur aan, maar die moeten ze dan zelf aanvullen. Tot leerlingen voldoende vertrouwd zijn met deze strategie om ze zelfstandig in te zetten. Het aanbieden van tijdelijke ondersteuningen aan beginners noemen we scaffolds. Een Engelse term voor stijgers. Tijdelijke constructies die je afbouwt naarmate een bouwwerk vordert. Naarmate leerlingen dus meer expertise opbouwen in een bepaald onderwerp, bouw je de ondersteuning af. Leerlingen die vlot vergelijkingen kunnen oplossen, hebben geen nood meer aan spiekbriefjes. Denk terug aan het zwembad. Een ervaren zwemmer heeft ook geen nood meer aan zwembandjes. Sterker nog, ze remmen je af tijdens het zwemmen.